Ja, goedemiddag, leuk dat je kijkt naar VI Uncensored op deze tweede paasdag. Natuurlijk, maandag 1 april van het jaar 2024. We gaan lekker over voetbal praten met onze volger, kenner en expert Suleiman Usturk. En het wordt een bijzondere uitzending, want dit is jouw laatste uitzending bij Voetbal International. Hè? Ja, helaas ja, wel. Ja, ja. ja, helaas. ja we, we hebben een foto van wat jij, uh, ja, wat jij gaat doen in de toekomst. Waar jij je op gaat richten. Ja, ik heb er echt heel veel zin in. Ja, dat, uh, dat wordt wat. Hier zien we je, op Ibiza. Dit ga jij vaker doen, hè? Ja. En leg eens uit, wat ga je doen? Nou, ik word holistisch yoga coach. Dat staat toch in de kop? Ik bedoel, de mensen weten dat wel. En uh, ik ga naar Ibiza. en uh, uh, ja, De familie Stijn heeft me gevraagd om daar een uh, praktijk te beginnen. Ja? Uh, want er is heel veel vraag naar onder de Nederlanders naar holistische yoga coachen. Dus je kunt er van alles doen. Uh, ik geef ook oliebehandeling en dat soort zaken allemaal. Dus uh, uh, een nieuwe roeping. Ik bedoel, ik ben nu uh, de 40 gepasseerd. De eerste 40 jaar van mijn leven heb ik gehad. En de komende 40 jaar wil ik uh, ja, wat uh, peace of mind. Hè? Dus uh, op een beach hoop ik dat te vinden. Nou ja, we gaan je ontzettend missen bij uh, VE, Sully. Uh, ja, ja, dat snap ik. Absoluut. Ik ben, uh, ja, ik ben er een beetje stil van. Want ik word er emotioneel van. Ik zie het eraan in jou. Dat is de laatste uitzending ja. samen. Ja. Goed, jongens, leuk dat jullie in ieder geval kijken. Hebben jullie nog vragen voor Soelie in deze laatste uitzending van VE? Uncensored? Laat het dan weten in de live chat. Zorg dan wel dat je geabonneerd bent op het YouTube-kanaal van VE. Want dan heb je natuurlijk toegang tot de live chat. Zullen we beginnen met de eerste rubriek van deze topshow? Ja, er zijn al een aantal mensen, ik weet niet of je het gelezen hebt in de reacties, die de bumpertjes heel vervelend vinden. Maar gooi maar een bumpertje in. Want ja, mensen... iemand, iemand reageert van: je moet niet toepraten naar de bumper. Ja, oké. Okay. Nou, dus, gooi die bumper erin. Ja. Ja, dan zien we eigenlijk al meteen waar het om gaat natuurlijk. Dit is Oliver Kaan. Die wenst ons een fijn Paasweekend. Ja, ik heb jou er doorgestuurd. Ja. En, uh, ik weet niet waar je was, maar. Uh, thuis. Thuis. Uh, ja. Oliver Kaan is blij en het is vrolijk Pasen. En dan wenst Oliver Kaan ons vrolijk Pasen. En uh, ja, we zijn altijd bezig met Oliver Kaan. Hè? Waar, waar is hij? Waar hangt hij uit? Wat doet hij? Uh, nou, het gaat goed met hem. Ja. Ja. En wat doet het dan met jou als je zo'n foto ziet? Niets. Ik vind het leuk om naar jou te sturen. Ik ben de, enige, de enige persoon op aarde die het leuk vindt om te ontvangen ben jij. Ik ja. vind het helemaal niemand anders. Als ik dit stuur naar iemand anders, vragen ze zich af: goh, wat is er aan de hand? Ja. Heb je een verkeerde foto ja. gestuurd? Naar, waarom stuur je dit naar mij? Uh, maar als ik het naar jou stuur, dan uh, krijg ik een smiley terug. Dus daarom stuur ik het eigenlijk. Ik heb er verder helemaal niets mee met Oliver Kaan. Ja, behalve de handschoenen van Oliver Kaan, dat, dat zoals is... je weet. Hè? En daar heb jij dan weer de fascinatie voor. Absoluut, ja. Nou. Ik kreeg hem ook nog in de DM van uh, vaste kijker Emmeren trouwens. Oké. Okay. Dus uh, meer mensen die sturen naar mij. Dit vind ik wel verdacht worden. Ja, dat verdacht, jij he? van meerdere uh, mannen foto krijgt van Oliver Kaan. Ja. Uh, dit, dit, dit moet onderzocht worden. <laughs> dit moet onderzocht worden inderdaad, ja. Ja. Hey, uh, als we het over voetbal gaan hebben, zullen we even naar jouw moment van het weekend gaan? Ja. Want uh, jij hebt een uh, mooi moment uitgekozen. En eigenlijk misschien ook wel een verrassend moment. Oké. Okay. Dat is het feit dat Xabi uh, Alonso bijtekent bij, bij uh, Bayer Leverkusen. Uh, ja. Uh, ja, dat was natuurlijk al voor het weekend, werd het nieuws. Maar uh, het is in het afgelopen weekend in het stadion van Bayer Leverkusen is het, is het gevierd. Uh, Eerst op het trainingsveld in de kleedkamer. Maar uh, hij kreeg... Uh, hij kreeg toch wel een, een, een juichende receptie natuurlijk in het stadion. Um, en, en, ja, dat is ook wel een... Ja, je kunt het een gamechanger noemen. Hoe gaat hij naar Bayern München of Liverpool? Dat was toch de grote vraag. Ja. en zo'n vraagteken erachter. Uh, en dat had dan weer gevolgen voor Bayern München. Gevolgen voor Liverpool. En ook gevolgen voor heel veel andere clubs. Uh, en ook misschien wel voor Nederlandse clubs. Want ja, uh, er zit ook een trainer bij Feyenoord die ook erg in trek is. Um, maar nu Xabi Alonso blijft... moet Liverpool een andere keuze maken. Uh, en sowieso moest zij al een andere keuze maken, want... Bij München dacht ik zou willen om te kunnen strikken, en die moeten dan ook weer een andere keuze maken, uh, wat weer de weg opent voor, uh, voor andere trainers. Uh, maar ik vind het ook wel goed. Um, Vooral ik... omdat niet Bij München weer aan de haal gaat met een andere trainer van een Duitse club. Nou, daar, dat is niet zozeer de emotie nee. of de, dat, dat, dat voelde ik niet. Ik, ik had meer zoiets van: ja, je hebt zo'n mooi elftal nu neergezet mm -hmm. uh, en je wordt onbedreigd kampioen, en dat is wel echt heel knap met bij Leverkusen kampioen worden. Dat is natuurlijk voor de eerst. Uh, ook die serie van Bayern München die nu onderbroken wordt. Ja. En dan direct en daarna een jaar, een jaar verder uh, weggaan... waardoor Bayern München weer de regie kan pakken. Uh, nu moet het, de toekomstige trainer van Bayern München... Moet van, ja, van grote klasse zijn en, en van goede huizen komen... om, om dit Bayern-levenkoersen van de troon te stoten. En dat, is een, dat geeft de, 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 de Bundesliga weer een, een leuk element erbij. Uh, mocht het uh, Arne Slot worden bijvoorbeeld... Ik wou Xavi Slot zeggen, dat is een beetje gek. Maar mocht het Arne Slot worden... Goed dat bij een muziek daarbij uitkomt, dat denk ik niet hoor. Maar stel je voor dat, nou dat is hartstikke leuk, natuurlijk een geweldige uitdaging. Of bij de eh, nacht kan het En ik vind het ook uit. wel, Xabi Alonso en hadden er eigenlijk een paar weken geleden al over, eh, toen hadden we, toen zei ik tegen jou, maar hij, hij kan toch ook gewoon blijven. En, en, en omdat je wel weet van, oké, okay, maar het verleden, hij heeft ook een aantal jaar bij de jeugd gezeten, B-ploeg van je Dat, had hij ook aanbiedingen. Maar ik dacht, nee, ik, ik ben nog niet klaar met leren en, ik, ik, en deze jongens wil ik nog niet in de steek laten. Mm -hmm. Ik heb hier, ben hier bezig. En Dan denk je, oh ja, zo'n man. Um, en, ik heb ook nog natuurlijk te maken met, als je naar de Premier League overstapt nu, met Arsenal, met City en, dit, en, en Liverpool, wat dan nu, nu bovenaan staat, maar klop vertrekt, dan gebeurt het een en ander. Maar ja, in een competitie met dit Arsenal en dit City, instappen bij Liverpool, uh, of we bij Liverpool blijven en bijvoorbeeld een uitdaging extra, de Champions League, en Genalig. daarin heel ver komen met, met dit elftal en eventueel nog versterken komende zomer. Ik vind het een geweldige keuze. Menselijk gezien en ook voetbal inhoudelijk uh, uh, gezien. Ja, en mooi gewoon van Thiago Alonso, toch? Dat hij een bewuste keuze maakt en ook dat, voor zijn en trainingscarrière. Ja, en dat vind ik ook mooi. Dat, uh, want je hebt toch vaak het gevoel dat trainers ook een soort leidend voorwerp zijn... van het grote geld en van, hey, van A naar B gaan. En dat je denkt, nou, het is een, een keuze voor ja, ambitie en geld. Uh, nou, maar het is ook wel leuk als een trainer van Bayern Leverkusen... Wat tussen zaak is een kleine club is, in Europees topverband. En dat hij gewoon zegt: nee, ik blijf hier nog een jaar. Uh, en dan en dan gewoon na drie weken een nieuwe zin ontslagen worden. <laughs> dat, kan, nee, ja, dat, dat kan niet. Maar... Ook dat is voetbal. Dat is voetbal, ja. ja, ja. Maar het gaat niet gebeuren waarschijnlijk. Maar nee. heeft zoveel krediet opgebouwd bij een kampioen We maken, terug de Champions League in. En... Het is ook te hopen. Xabi Lons heeft zijn jaarwoord gegeven aan bij Leverkusen. Mm -hmm. En er loopt daar natuurlijk iemand rond. En, en ik heb heel veel DM's deze, dit weekend gehad over één speler: Florian Wee? Ja, Florian Wee. Ja. En, 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 en daar ben ik echt blij mee. Want ze hebben, stonden ook heel lang 1-0 achter en ze winnen met 2-1. Door de Oog van uh, de Naald. Mede dankzij Frimpong. Ja, toch? Maar, maar Florian Wiers, die doet dingen in een wedstrijd die loopt tegenstanders voorbij, die neemt ballen ook aan. Ik weet niet of jij, uh, je hebt natuurlijk ook mijn natuurlijk ook meegemaakt bij Duitsland. Op een gegeven moment gaf uh, een speler een lange bal en hij nam een bal aan uit de lucht. Met een gemak, uh, met een, een vanzelfsprekendheid, dat ik echt in lach schoot. Ik denk, nee, dat kan niet, dat kan niet waar zijn. Dat de bal gewoon geen centimeter van je voet stuit. Dat je hem zo aanneemt, in één beweging door. Dan heb je gewoon als verdediger of middenvelder, als je op hem staat, absoluut... Je kunt hem niet aanpakken, want hij is te snel. En, en, en ja, zo vaardig. En zo, ja, de beste speler in de Bundesliga op dit moment. Um, van Duitsland ook? Ja, van Duitsland ook. Ja, ja als je bent een beste speler. Ja, van de nationale ploeg. Ja, ja? Absoluut, ja, ja, hij, hij is de ster. Mm -hmm. um, alleen ja nog heel jong. Um, maar je ziet wel dat. Uh, die bij bij Leefkoes met Xabi Alonso, die heeft daar zo'n danige machine van gemaakt. En Florian Wiet is daar een beetje een vrije vogel in. Hè? En heel veel connecties hè? met al die andere middenvelders en aanvallers. En hij vladdert daar een beetje tussendoor. Uh, en, en, en is de man van de ideeën. dat is geweldig om naar te kijken. Dus ik hoop uh, dat hij ook blijft bij Leverkusen En samen met Xabi Alonso die uitdaging aangaat. En dat hij ook die connectie voelt met Xabi Alonso. Want dat is echt belangrijk voor zo'n speler, zo'n trainer. Hoe groot acht je die kans? Heel groot, ja? eerlijk gezegd. Ja, want waarom zou je kampioen worden met Bayern Leverkusen, uitgeroepen worden tot speler van het jaar en dan naar Bayern München gaan? Dat zou alleen maar een keuze uit geld zijn, want sportief gezien doe je eventjes een stap achteruit, want Bayern Leverkusen is op dit moment de beste ploeg. Ja. Um, qua club is Bayern München natuurlijk wel de grootste speler. Ja, natuurlijk, en qua salaris ook. Uh, maar Bayern Leverkusen kan natuurlijk ook hem uh, er iets bij geven. Zeker. Um, en als je weet wat, uit wat voor omgeving hij komt, uh, Florian en de familie die hij heeft, hè, de opa en oma, zijn vader en moeder dus op de tribune. Uh, en de broers en zussen die er altijd bij zijn. Hij komt uit een heel hechte, uh, heel hechte familie. En het kan zomaar zijn dat hij uh, zegt: Nee, ik heb het hier zo fijn, ik heb die zo na mijn zin. En ik ben nog zo jong, ik wil graag in de Bundesliga blijven voetballen. En bij, dat doe ik bij Beierleefhoezen. Um, dat zou heel mooi zijn. Ja, zeker ja. Uh, veel reacties ook natuurlijk. Gerson in de live chat. Wie iets is toch gewoon kunst? Dosti. Die schrikt ja. steeds als hij leest dat hij nog maar twintig jaar is. Uh, ja, ja, wie, ja, wie iets kunst, ja je, je noemt al heel gauw iets kunst. Maar hij doet mij een beetje... Nee, niet een beetje. Hij doet mij heel erg denken aan de, de, de elegantie van Zidane. Ja. Die dat ook had. Dat je, dat je... Ah, lekker. Dat je even gaat zitten. Uh, en ja, het, voetbal is vaak smiddags. Dus dan kun je geen fles whisky opengooien. Kan, kan. Nou, maar ik bedoel, als je... Isco als je, is trouwens ook kunst. Die speelde weer dit afgelopen weekend voor, voor de mensen die nog eventjes denken... Goh, lekker. Uh, Betty's... Verloren. Maar man van de wedstrijd was toch wel Isco, die deed ook weer dingen dat je denkt van je, je, ja dit is lekker. Dat hij gewoon speelt elke week, dat hij weer terug is uh, na, na zijn blessure. Staat hij morgen toevallig in het Elftal van de Week? Nee, 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 nee. Het Elftal wordt heel speciaal. Um, en ik heb uh, bedreigingen gehad vanuit Milaan, want Leao moet erin. Oh ja? Uh, maar ik heb nieuws, Leao staat er helaas niet in. Ik heb andere keuzes moeten maken. Okay, um, mooi en, teaser. En, en Isco staat er ook niet in. Had er wel in moeten staan, maar ja, uh, verloren. Oké, okay, dus dan kan het niet. De score wordt journalistiek. Nee, het kan wel. Uh, en ik had hem ook uh, kunnen kiezen, maar ik heb andere keuzes gemaakt. Oké. Okay. Ja, heel goed. Meer, <laughs> Meer zeg ik niet. <laughs> Meer zeg je niet. Hé, hey, Duits voetbal. Bayern München tegen Borussia Dortmund. Ja. 0-2. Hoe is het mogelijk? Ben je verbaasd? Nee, toch? Nou, Matthijs de Ligt, hè ging uh, in de fout. Ja, ging in de fout. Hè. De, 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 de sprint met Adeyemi, die, die Adeyemi geweldig inzet en um, waar hij uh, te laat is. Maar het is niet op te hangen aan, aan, aan Matthijs de licht. Um, Bayern München maakte minder jaar door, heeft een opleving gehad, uh, is wel absoluut beter geworden. Um, alleen, ja, Dortmund had het beter voor elkaar. En dat dat verbaasde mij eerlijk gezegd ook wel. Het is goed dat je dat, je dat aanstipt. Uh, ik dacht wel dat Toegel na zijn aankondiging dat er toch een soort van ontspanning in die kleedkamer terug was en ik dacht, goh, van hem zijn we straks wel af. Um, ja, de vraag is wat is de vraag? Nou ja, of het verrassend? Nee, ja, enigszins wel, want ik dat, had wel gedacht dat, want ik vond Dortmund eerlijk gezegd ook niet de afgelopen weken ook niet uh, heel erg goed. Uh, maar die hadden het punten wel nodig in, in de race naar, naar een nieuw Champions League-ticket. Daar zijn ze natuurlijk met, uh, met Leipzig en Stuttgart uh, in, in zo'n race verwikkeld. Uh, maar bij München, ja, ik denk dat ze de titelstrijd al opgegeven hebben. En nu definitief, hè. Thomas Toegel zei dat heel demonstratief. Uh, die, die feliciteerde Xavier de nog, nog niet, maar hij zei wel dat het over was. Mm -hmm. um, en je ziet daar toch ook wel, ja, we worden toch wel tweede of derde. Uh, en Thomas Toegel weet natuurlijk ook dat het uh, straks klaar is. Um, dus het is eigenlijk voor heel veel pijnspelers ook richting het EK fit blijven. En, en, en ja, dat kan toch dat die 1% schelen. Alhoewel dit wel een beetje een analyse is van. Uh, uh, Lik mijn feestje, maar goed. Dat zijn we van je gewend. Daar zijn we gewoon nog geweest. Ja. <laughs> dan wil ik graag naar uh, mijn moment van het weekend gaan. Dat is de goal van uh, Mohamed Salah tegen Brighton. De winnende goal werd het ook uiteindelijk, Liverpool Brighton 2-1. Ja. Daardoor blijft uh, Liverpool natuurlijk ook kop koploper in de Premier League. Ja. We zien hier Salah ja, fantastisch juichen natuurlijk. Ja. Uh, ik wil graag aan jou vragen, wat vond jij het mooiste aan die goal? Nou, het is jouw moment, ik wil het van jou weten. De voorassist van Soboslaer. Ja, de laserpaas op McAllister. Ja. Um, de aanname van McAllister. in nou, één nou, keer ja. doorspelen. Ja. Um, ja, deze goal. Hè, de, um, je zou denken, goh, waarom. Uh, die paas is best. Hij was wel hard, hè, die paas. Maar um, McAllister uh, werd hierover uh, bevraagd. Ik weet niet of ik het interview met McAllister heb gezien daarover. En nee. um, die zei, ik, ik wist dat die paas zou komen, want dit is wel een, een patroon die wij, uh, die, wij, die wij hebben in ons spel zitten. Um, alleen. Zoals gaf hem wel heel hard. Dat was echt hard, uh, ja. Was echt, het was echt een laserpaas. Ja. Dan, dan moet je wel echt heel scherp en gefocust zijn om zo'n bal goed aan te nemen. Maar McAllister speelde een grandioze wedstrijd. En dat hebben een aantal mensen uh, terecht opgemerkt. Ja, in ik zag iemand in de chat inderdaad. Dus, uh, want ik vond McAllister echt fenomenaal. Uh, en dat Patrick is, van Stokken zelfs, die zegt de aanname van McAllister was ook voorvochtwaardig. Oké, okay. zo zou ik het niet willen uitdrukken, <laughs> nee. maar dat zo zou je het wel kunnen zeggen. Uh, maar ik vond. Ja, de aanname van McAllister en in één keer doorpassen op Salah. En ook terecht opmerking van een aantal mensen dat Salah een draak van wedstrijd speelde. Dat klopt. Uh, ja, de, de voorassist ja. van Sommersleij. Uh, ja, die was grandioos. Die, 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 ja, daar moet je wel uh, klaar voor zijn voor zo'n voorassist. En dat was McAllister. Dat zegt wel iets over McAllister. Want die heeft zich... Dat vond ik ook mooi van Roberto Dozerbi na afloop van die wedstrijd. Van, uh, ik ben echt blij voor die jongen. Uh, die komt natuurlijk bij Breiten vandaan. Um, die heeft het afgelopen half jaar wel een enorme stap vooruit gezet. En dat is gewoon een van de beste middenvelders ter wereld op dit moment. Uh, en die staat ja. nu aan kop. Ja, ja, McAllister, absoluut. Um, dus je ziet de ontwikkeling die hij heeft doorgemaakt vanuit het WK met Argentinië, waar hij natuurlijk ook basisspeler was. Um, dan dan via Breite naar Liverpool en, uh, voor 40 miljoen maar. En wat hij nu uh, allemaal brengt, soms met Endo achter zich, Wataru Endo. Uh, en dan hij daar als een uh, ja, soort achtervoor. Uh, maar ja, hij heeft echt totale controle op het middenveld. Ik vind het echt mooi om te zien. Ja. Is het wel jammer dat wij allebei geen moment van het weekend hebben... uit de wedstrijd Manchester City-Arsenal? Want daar hadden we misschien toch wel meer van verwacht, of niet? Pieter nee. zei, dit hebben we vaker gezien tussen Arsenal en Manchester City. Heb jij Pieter opgenomen? Ik heb Pieter opgenomen. Uh, <laughs> niet zoals het nu klinkt, maar... Ah nee, maar jij hebt met Pieter iets opgenomen... Ik en dat staat God ergens online, ja, neem ik aan, precies, over City-Arsenal. zijn terug te luisteren op Spotify natuurlijk. Ja, want ik zit nu live met jou aan tafel... maar ja. ik, heb, ik ben Pieter Zwart tegengekomen in de, in de wandelgangen van Voetbal International... En, uh, Um, letterlijk, ja. Ja, letterlijk tegengekomen, zo tegen gebotst. En, ja. en, en begon, we begonnen direct, we zeiden geen hallo tegen elkaar, maar hij begon direct over uh, Kovacic en over uh, Rodri en over Reis en over die wedstrijd. Ja. Um, want Pieter zit daar natuurlijk op een hele andere manier in dan, dan de gemiddelde kijker die uh, denkt, uh, het eten is klaar, bord op schoot, we gaan even genieten van de top van de top. Uh, de twee beste ploegen ter wereld tegen elkaar. Dat wordt genieten, dat wordt spektakel. Alleen ja... Um, Kom je bedroog uit? Ja, als Arteta en Guardiola uh, elkaar zo goed vinden dat ze het helemaal zodanig kapot analyseren. dat ze zo'n wedstrijd. Uh, ja, je kan beter naar een potje schaken kijken. Dat is spannender dan, dan wat hier gebeurt, want dit is gewoon schaken met mensen. Uh, en dat vond ik wel leuk aan deze wedstrijd. Dat je uh, als je in de hoofd, hoofd van Arteta zat of in de hoofd van Guardiola. of tegelijkertijd in twee hoofden zat als kijker. dan was het een leuke wedstrijd. Dan dacht goh, nu moet die komen. Oh, nu, en, en die staat op die. Die zet zo druk. Het was één grote. Uh, 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 ja, masterclass ook in druk zetten, in verdedigen. En Arsenal speelt zoals Atletico ook uh, een, een hele tijd. En dan moet je dan doorheen kunnen komen. En dan ga je een afloop gekke dingen zeggen over spelers. Zoals uh, over Haaland, hè, dat een league to, uh, voetballer is. Roy Keane. Ja, maar er gebeurt er weinig. Dus dan moet het op een Hadden andere manier. wel gelijk. Meer, uh, sorry? Had wel gelijk. Nou, Wat betreft hij, gisteren. Ik vind dat hij nog complimenteus is. Door Erling Haaland, dat is National League. Ja, nog erger. Alleen, ja. Sunderlicht. Moet... League Sunderlich. nou, Sunderlich. bestaat dat nog? Ja, het bestaat nog. Okay. Mooi is dat, hè? Altijd die filmpjes die dan ziet. Ja, nou, maar kijk, dit is, dit is topvoetbal. En we zeggen te... tegenwoordig wordt gezegd: ja, het is een schaakwedstrijd. Nee, dit is topvoetbal. Um, de sport is veranderd. Um, het, en het is niet meer zo dat je uh, tegen die jongens zegt: jongens, uh, veel plezier en dat dan. Want Doku is natuurlijk een enorme goede dribbelaar. Die komt er dan in. Ja, die wordt dan door twee man gedekt. Saka, niet laten dribbelen. Dus het wordt zodanig dichtgezet dat het. Voor voetballers op het absolute topniveau onmogelijk wordt. Leao kan in de Serie A lekker dribbelen. Heerlijk. Weet je, leuk om uit te kijken en, en, en niet elke tegenstander zet het helemaal vast. Hij kan naar zijn ding doen. Maar zet hem neer bij City op die linkerflank... en je denkt, goh, waar is Rafael Leao gebleven? Ja, die wordt, dat wordt. Ja, maar, maar dan heb ik een vraag voor jou. Jij zegt, dit is topvoetbal. Wat, dit is, het, ja. wat is dan Manchester United Liverpool, wat een aantal weken geleden in 4-3 eindigde? Ja, wat klopt. Is dat geen topvoetbal? Kijk, Arteta en Guardiola. Um, die zijn, zitten anders in elkaar. Nee, niet ander level, maar die zitten anders in elkaar. Jurgen Klop, die wil gewoon een achtbaan uh, instappen zonder uh, gordels. Die denkt, ook spannend, een keer kijken mm -hmm. of ik ook levend uitkom. Die durft iets meer. En die is iets meer van... Uh, uh, ja, die is iets wilder in zijn, in zijn benadering van, uh, van een voetbalwedstrijd En die houdt ook wel van die chaos. Maar Arteta en Guardiola, die proberen... Alle vormen van chaos uit, uh, uit te sluiten. Want ja, anders verlies je eventueel een wedstrijd. Dat zag je ook. Doku kwam erin. En je, Pieter, we hebben even met Pieter besproken. Doku komt er nu. Na een, uur, een minuut of zeventig komt hij erin. Uh, en je ziet direct dat, uh, dat Stuyvenberg en Arteta met elkaar in Koeklaaf gaan. Uh, er wordt een conferentie belegd. Uh, en drie minuten later staat er uh, klaar. En die valt in. En dan wordt dat wordt weer uitgeschakeld. Ja. En zo is het één grote uh, ja, zetten van, en tegenzetten van trainers. En dat heb ik het met Pieter ook over gehad. Ik, wat ik leuk zou vinden tijdens zo'n wedstrijd. is dat er dan in, in, in Engeland wordt bedacht. Goh, weet je, wa waarom niet de camera op, op Cardiola en Lilo. die tijdens een wedstrijd negen minuten lang met elkaar exact. in gesprek zijn. assistent van, uh, ja. van Cardiola. die zijn negen minuten lang met elkaar in gesprek. En je hebt toch het idee dat ze een laboratorium-experiment aan het doen zijn. En dat ze met stofjes bezig zijn. en dat ze zeggen. Hey, zie, als, dat, als we dat doen, dan gebeurt dat. Mm -hmm. en, uh, we moeten de, en, uh, want dat is echt ongelooflijk. Die zijn gewoon negen minuten lang met elkaar in gesprek. op een manier. Um, ja, die doet vermoeden dat ze niet bij een voetbalwedstrijd zitten. En dat is, ja, is een andere orde. Arnhem slot ze te genieten. Uh, maar die moet zich in Nederland ook verantwoorden uh, voor, uh, voor de manier van spelen van Feyenoord. Zeker. Er wordt ook gefloten als het te langzaam gaat vanuit de opbouw. Ja, anders, dus je moet je maar iemand, anders moeten ze maar iemand anders zoeken. Zei anders moeten ze maar iemand anders zoeken, ja. ja nee, maar ja. die kan daar ook van genieten. Mm -hmm. um, maar jij ook, of niet? Ja, ik kan er ook van genieten. Ja, ik zie het is, het is, het is, het is uh, tactiek op uh, microniveau. Hè? Dek van Reis. Uh, doe. heb je die gezien? Ja, als je, daar, als je daar een loop op zet, wel. Als je ziet wat daar, uh, Rodri bijvoorbeeld, ik vond Rodri fenomenaal. Alleen ja, dan moet je wel uh, opletten. Ja. ja, ik snap wat je zegt. Kijk, die, die slot had het over de U en A momenten. Mm -hmm. Speler dribbelt iemand voorbij, geeft de voorzet, bal gaat naast. U, A. Um, dat zijn momenten die natuurlijk opvallen. het um, ga... was een superchat trouwens binnen van Michael Wilting voor 2 euro. Sully, kan jij genieten als slot bij Ronald zit? Ja, um, nou genieten. Je ziet wel dat uh, Arne slot op een bepaalde manier in het voetbal zit, ook in zijn hoofd. En, en ook over het uh, functioneren van spelers. Van, bijvoorbeeld over zijn eigen ploeg, maar ook over andere ploegen. Um, en ja Dat Ruud Gullit dan wel eens een opmerking plaatst, of Marco van Basten een opmerking plaatst. En dan zie je aan het hoofd van Arne Slot of aan zijn ogen dat hij het eigenlijk totale onzin vindt. Maar dan is hij wel gentleman genoeg en ook slim genoeg om dat op een hele goede manier, via een omweg eigenlijk de kijker duidelijk te maken. Ja, wat Ruud Gullet of Van Basten net heeft gezegd, daar ben ik het niet zo mee eens. Mm -hmm. en, en dan geeft hij zijn eigen visie erop. Maar hij tilt zo'n uh, zo programma wel naar een, uh, op voetbalgebied naar een ander niveau. Uh, qua entertainment misschien niet. Uh, maar dat is puur voetbal. En je ziet wel dat Arne Slot uh, misschien wel toe is aan, uh, aan, uh, aan zo'n omgeving. De Premier League. De Premier League of. Uh, ja, of, of, of. Daar wilde hij zich niet over uitspreken. Hè? Welke competitie hij nou het mooiste vond. Of wat zijn ambitie is. Nee, omdat leuk. je niet kan uitkiezen naar welke club je Nee, eventueel dat, kan dat snap gaan. ik ook. Ja. Maar er werd aan hem gevraagd van wat is jouw ambitie. En toen begon hij met van ja, ik zit nu al bij een hele mooie club. En uh, dit en dat. Wat ook zo is. Wat ook zo is uiteraard. Ja, ja. Maar goed. Een beetje voorzichtig nog uitgesproken. Ja, maar dat is ook heel lastig. Ik bedoel, Xabi ja. Alonso kon ook de afgelopen maanden moest hij ook, uh, zich inhouden. Want ja, die heeft ook moeten nadenken over Bayern München, Real Madrid eventueel. Of wat wil ik gaan doen? Um, Oké, okay, Ancelotti stapt volgend jaar op. Als ik nu nog een jaar bij Liverpool blijf, de prachtige club, kan ik eventueel naar Real nog? Want ik zie Liverpool niet zitten. Ja, er zijn allerlei beweegredenen hmm. om wel of niet naar een club te gaan. Of wel of niet bij een club te blijven. Um, ja. Ja, zeker ja. En, uh, als ik dan een moment had moeten kiezen van die wedstrijd Manchester City-Arsenal, dan was het misschien wel na de wedstrijd. Dat Guardiola nog even met Jack Grealish... Ja, uh, nou, dat bedoel ging. ik. Die zit zodanig in een wedstrijd. Wat um, zou hij daar hebben besproken met hem? Kom direct na de wedstrijd? Nou, uh, wat hij wel vaker doet, is dat hij in minuut 87 um, een, een bal had kunnen geven. die een doelpunt had kunnen opleveren. Alleen hij maakte toen een verkeerde keuze. En dat wil je hem even duidelijk maken. Ja, dat doet hij al jaren. Dit is, je kunt allerlei spelers opnoemen waarmee Guardiola direct na een wedstrijd hoofd tegen hoofd heeft gestaan. En dan legt hij uit. Um, uh, welke keuze hij had kunnen maken. Want in het hoofd van Guardiola gaat voetbal om keuzes maken. Uh, en keuzes niet maken, ja. En dat zie je daar. En daar kun je dan om lachen. of, of Verbijst het over zijn, want het is afgelopen. Vonden <danSure> we vonden er niks aan. Meneer Guardiola gaf van het veld af. Uh, dat zou je kunnen denken. Ja. W wat, dat denk je ook natuurlijk uh, vaak. Wat denk jij dan, denk ik, neem ik aan? Nee, helemaal niet. Ja, ik vind het leuk om te zien. En ik vind hem eigenlijk een bevlogen vakidioot. Toch? Ja. Dat is het, toch? Ja, hij zit tegen, tegen, tegen de opname aan. Ja, Um, uh, en ik geloof, eh, daar heeft Arnold ook wel eens iets over gezegd toch, over, over, dat, dat, dat hoesten was natuurlijk op een gegeven moment een ding en dat, die, dat, die, ja, dat je als trainer, uh, als je daarbij bezig bent met zo'n ploeg, dat je daar toch tegen een bepaalde vermoeidheid ja, aan zit te ja. werken. Uh, ja, je zit tegen een opname aan en dat noemen we tegenwoordig een burn-out. Uh, en wij sturen mensen naar huis als ze zo binnenkomen, toch? Zeker, zeker. Uh, maar ja... De, de... Weet je wat zij zouden moeten doen na het seizoen? even bij jou langs op Ibiza. <laughs> ja, holistisch. Ja, holistisch yoga coach. Ja, ik ja. ben er voor de mensen, hè. Ik bedoel, uh, ik 360 graden benadering uh, doe ik ook aan. Dus uh, we nemen alles mee. Ja. Ja, niet alleen het lichaam, maar ook Ook je chakra. Hoofd. Ja, alles. Ja? De chakras ook. Als jij dat wil, dan ja. regel ik jouw chakras. Ja, zeker. Nou, maar die zegt het terecht. Was die bal die je op je halen had moeten geven? Ja, uh, natuurlijk. Nou, Kijk, dat zijn van die voetbalmomenten. Um, en bijvoorbeeld Jack Grealish, hè. Als je Jack Grealish neerzet bij... Bologna. zet Jack Rielis neerbij, bij... Ja. Letje. Sensatie. Aston um, Villa zelfs. Aston Villa. Manchester United. Dan, zijn, dan weet je niet wat je ziet. Want Jack Rielis is zo ongelooflijk goed. Alleen die is ook meegenomen in... Uh, ja, een soort. geprogrammeerd. Hij is geprogrammeerd geraakt. En waardoor ik het niet leuk meer vind om naar Jack te kijken. Want hij is mijn Jack Rielis niet meer. En jouw Jack Rielis waarschijnlijk ook niet meer. Nou ja, sterker nog. Hij stond wekelijks in jouw Elfdeur van de Week. En nu nooit meer. Nu nooit meer. Nee. nee want, je, het, want City, uh, Arsenal, als je dan zit te kijken... Um, en daar moet je met een tactische bril naar kijken. Daar kun je niet als liefhebber naar kijken, want... Um, ja, ik zat met een bord uh, butter chicken en... Uh, ja, oh en, ja, het is en, speciaal en, eten geprepareerd. Ja, zeker. Ja. Nooit eten prepareren als je, als je naar Thomas in de Premier League gaat Cheese, kijken. Cheese naam en alles erop en eraan. Dat Even lekker met mijn vriendin, dan ik er klaar voor. Maar... Had je afgehaald? Ja, afgehaald. <laughs> Jeetje, eten afgehaald, die zat klaar, vriendinnen opgetrobbeld, daarnaast gezet. Kijk, ja. nu ga je voetbal zien. Ja, 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 helaas. Ja, zo gaan die dingen. <laughs> ja. Um, ja, heb je dan toch nog wel ergens anders van genoten? Dit weekend, in de Premier League bijvoorbeeld, Manchester United, puntenverlies geleden. Liverpool hebben het al een beetje over gehad natuurlijk. Heb je daarnaar gekeken? Tennacht was het natuurlijk weer ontevreden. Nou, ja, er is natuurlijk heel veel over gezegd al in Engeland. Maar ook, uh, Brentford is wel een vervelende ploeg om tegen te spelen. Dat weet ten Hag alles van. En daar weten ook heel veel andere ploegen alles van. Um, maar 81 balcontact in je eigen 16. Dat, ja. is, wel, dat is wel extreem. Um, maar het is al het hele seizoen op en af, en aan ene keer denk je: goh, ze hebben het onder controle. Uh, dan ligt het ligt weer aan de blessures. En um, ja, het is. Uh, het is voor Erik Den Haag een enorme struggle. Een enorm gevecht met, uh, uh, om die ploeg ja, in het gereel te krijgen. En om bij de eerste vijf te eindigen. Om, om eventueel nog Champions League voetbal te halen. Want het zou kunnen dat je de vijfde plek ook recht geeft op de Champions League. Dat wordt heel lastig. Uh, zeker als je als je punt laat liggen tegen, tegen Brentford. Uh, in, in de allerlaatste seconde nog een 1-0 voorsprong uh, ja, weggeeft. Die je eigenlijk onverdiend was, die 1-0 voorsprong. Ja, dat klopt. Ja. Um, maar ja, ik heb van zoveel genoten. Maar mijn dochter is drie geworden zaterdag. Dus daar heb ik uh, één ding oh, van genoten. Dus, gefeliciteerd. Uh, dus dat vond ik het hoogtepunt van het weekend. En voor ja. de rest uh, op het voetbalgebied uh, ja, van heel veel dingen genoten. Ja, Chelsea Burnley zegt Jonathan Wending, ja, ik heb genoten van Cole Palmer. Alweer. En ja, die in zijn eentje heel goed is uh, bij Chelsea. En uh, een geweldige dingen laat zien. Nog een leuk cadeau gegeven aan je dochter, of niet? Ja, een fiets. Ze heeft, uh, heeft nu een grote fiets dus en, uh, en, uh, en uh, ze fietsen er meteen op weg. <laughs> dus dan moet je erachter, oudersvader. <laughs> ja ja ja. zat dus ik weg, was hier. ja nee ze hebben, ze hebben nu een grote fiets, een mooie grote roze fiets. wat ze had een loopfiets en nu heeft ze een echte fiets. Uh, en dat was heel leuk. dus ik heb uh, zaterdagochtend een uur lang door de regen gelopen achter een kind van drie dat, uh, dat geweldig uh, naar de zin had om een fiets. uitzekend. de volgende dag ja. nog paaseitjes uh, verstopt. ook nog ja. ook nog. Ook nog uh, ook allemaal nog, uh, gevonden. ze heeft ze allemaal gevonden. ja. ja. Alle, vier... alle 24. 24, je ja. de dag bezig geweest. Jij ja. ja, denkt lekker uh, rustig. Kan ik lekker voetbal kijken? Uh, ja, ik heb ook inderdaad heel, heel veel voetbal gekeken. Maar, uh, um, ja. Zijwieltjes, vraagt Sam? Uh, no, ja, met zijwieltjes, zijwieltjes, want anders kan ze zo meedoen aan de Ronde van Vlaanderen. Ja. Ja. Ik heb daar niks mee met wielrennen. Nee, jij hebt niet jij wel, uh, uh, de hoogmis van het wielrennen bekeken zondagmiddag? Nee, nee, het interesseert me echt helemaal niks. Oké, okay, nou dan heb je al het gemist. Ja? Ja. Jij hebt wel gekeken? Ik had hem aanstaan, ja, op de achtergrond. Op het vierde scherm en dan zie je Mathieu van der Poel op een gegeven moment na uh, kilometer 55 en, uh, de Koppelberg op snelle. Dat zeg je niks hè, de Koppelberg. Nee, ja. Kassaïe, dat, ja. Het was nat, en uh, modderachtig. Uh, ja. Toch, Kasseien. Ja. ja. Uh, Monster Art vraagt zich af, Soelie, kunnen we al een cursus bij je kopen? Uh, ja, ik, uh, ik zal, uh, ja, dat doen ze tegenwoordig ook, hè? die, die live coaches allemaal. Uh, allemaal uh, kunnen mij supporten. Dan, uh, dan vergaar ik een miljoen en dan zeg ik tegen de mensen, ik heb je allemaal opgelicht. Ja, ik hoorde nog Michael voorbij voorbijkomen in TikTok-feed. Dus, Oké. Okay. Ja. En wat heeft dat met oplichting te maken? Nou, weet ik niet. Er <laughs> zijn er meningen over verdeeld okay. natuurlijk. Uh, welke club gaat Harnsco ophalen bij Feyenoord komende zomer? Vraagt Brian Huls zich af. Die goal was wel echt fenomenaal voor uh, so. Met zijn linkerboot, een pannaatje en daarna op die bal binnenknallen. Je. Dat was uh, Prime Neymar, hè? Ja. Um. Voor een verdediger, hè? Ja, Pieter zei ja. terecht in VZSM, linksbenige verdedigers, liggen goed in de markt. Ja, ja, Paris Saint-Germain is serieus geweest voor hem hè, in de ja. markt en ja. uh, die hebben nu bij Raldo daar staan. Ik kan me zo voorstellen dat een club van die orde van grootte, uh, Paris Saint-Germain, maar ik denk ook een aantal Premier League clubs uh, bijvoorbeeld. Uh, en misschien ook wel uh, top Spanje, Atletico bijvoorbeeld. Uh, ja, Han Hanko heeft zich geweldig ontwikkeld en... Uh, um, en Volgens Arne Slot top 3 qua instelling ook in karakter. Dus hij is en heeft kwaliteit en die instelling en dat karakter zorgt ervoor dat hij zich ontwikkelt. Ja. En, uh, um, en wat ik mooi vind om te zien, dus als Feyenoord uh, um, dat nodig heeft. Ik bedoel, hij moest naar de linkerflank flank toe natuurlijk, omdat uh, Hartman uh, uitviel. Dat hij dat ook uh, direct soort van kan. En enorm veel uh, ja, hoe zeg je dat? teamenergie geeft aan zo'n ploeg. En dat is ook wel mooi om te zien. Echt een teamspeler en gewoon uh, ja, een kwaliteitsverdediger. En dat heeft hij de afgelopen... Uh, ja, Seizoenen laten zien en uh, hij is Feyenoord En de Eredivisie ja, ontgroeid, hè. die is wel toe aan een stap hoger. Ja. En jij zou niet verrast zijn als hij bijvoorbeeld voor 35 miljoen naar Parijs zou gaan? Absoluut uit. niet, nee. 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 nee, want ja, well, Pieter stipt dat terecht aan, ook nog eens links, linksbenig. Ik bedoel, Jared weet, ja. is ook uh, 70, 75 miljoen waard. Hè. Absoluut. Dan is Hanko natuurlijk ook uh, iets in, in die orde van grootte. Alleen ja, hij komt uit de Eredivisie en niet uit de Premier League. En uh, is iets minder uh, jong, maar gewoon top. Ik zag veel reacties in de chat ook over Coup Barsi ja. Die natuurlijk weer fantastisch speelde bij Barcelona ja. tegen Las Palmas. Ja. Uh, we hebben de assist van uh, João Feliz gezien. Op, uh, dat was Raffinia. hoogbegaafd, hè? Dat was hoogbegaafd. Ja. Ja. Um, Iemand zegt ook, uh, en daar moeten we eigenlijk wel over hebben. Mohamed zegt dat. Wat vond je van Lamine Jamal tegen Brazilië? Ja. In Bernabeu, staande ovatie. Um, tegen Brazilië. Dat laten zien. Um, en ja, ik vind Lamine Jamal al. Een heel jaar dat ik denk van, goh, waar zit ik eigenlijk naar te kijken? Ja, hij is 16 en daar moet je het eigenlijk niet meer over hebben. Um, maar dan ben je international van Spanje. Dus dan wordt anders dan bij je eigen club waar je al jarenlang in de opleiding zit en Xavi je vertrouwt. Dan ga je in Bernabeu spelen tegen Brazilië en dan gooi je de een en de andere garincha dribbel eruit. Die Brazilianen weten niet wat ze zien. Weet je wel? Mm -hmm. en, en ja, dat laat hij bijna wekelijks zien en dat is heel vreemd. En er zijn mensen die mij vragen, en ik heb daar het antwoord niet op: um, heb je ooit een betere 16-jarige gezien? En ik weet dat niet. Uh, ik heb beelden bekeken van Diego Maradona uit 1978, ik denk 1979, omdat ik wel benieuwd was naar de 16-jarige Maradona. En dan weet je echt niet wat je ziet op die uh, zwart-wit beelden en op die flikkerende beelden. Heel slechte beelden, absoluut geen foulardé natuurlijk. Um, en dat was het beste wat ik ooit gezien heb van een, iemand zo jong. Ja. Um, maar Lamignon-Mal komt wel op plek 2. Maar ja, het is zo gevaarlijk om dat nu al te roepen en te zeggen. Hè? Want ja, hij is nog zo jong. En, 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 ja, het is ook weer zo dat de bondscoach van onder 21 uh, wil oproepen. En, uh, hij moet mee naar het EK, hij moet mee naar de Olympische Spelen. En ja, Lamin mal moet in bescherming genomen worden. Door zijn eigen trainer, maar ook door de Spaanse voetbalbond. Want hij gaat veel te veel wedstrijden spelen. Want het is natuurlijk ongezond en een 16-jarige die elke dag naar school moet. Dat vind ik al ongezond, maar een 16-jarige die al die wedstrijden moet spelen, is nog veel ongezonder. Je moet ermee oppassen. Nou, je moet soms ook gewoon lekker, uh, lekker gamen op je kamer. Ja. Of lekker bolen met je vrienden. Dat is wat een 16-jarige moet doen. Achter de meiden aan, en niet uh, om de drie dagen een topwedstrijd spelen, wat hij doet. Dat heb jij wel gedaan, hè, op je 16e? Achter de meiden aan? Of... Ja, ja, zeker. <laughs> ja, absoluut. Ja. <laughs> ja, je vraagt je af, heb ik ooit een betere 16-jarige gezien? Uh, Dat dus laat je uh, zelf niet uh, uit. Uh, uh, nee. Ja. Dan uh, word je op, van de een op het andere dag, dan kun je uitgroeien tot holistisch yoga coach. Ja, dan kan je zomaar naar Ibiza gaan. Ja. En vertrekken bij V. Helaas. Ja. Ja, ook leuk. Doe we volgende week uh, Champions League weer en uh, oh. PSG uh, Barcelona. Ja. Kan niet ook tegen Paris Saint-Germain. Ja, ik denk het wel. Ik denk het ook. Ja. Zit hij tegen Real? Ja, zit hij tegen Real. Ook geweldig. Ja, kijk enorm uit. Mensen vragen om voorspellingen. Kun je de mensen even helpen? Nee. Nee. Ja, nou, wat vraag je? Van City, vuurwerk. Nou, City is veel beter dan Real Madrid. Ga je vanuit uh, en je zou denken, ik bedoel, Arsenal sluit alles uit bij City. Hè? Er wordt, er wordt, er wordt alles, alles is een tegenzet en Real heeft het andere elftal alleen als je, je vorig jaar herinnert. Um, City, Real, dat is denk ik de beste helft die ik gezien heb internationaal in de Champions League van City. Het was tegen Real. De eerste helft waren ze zo goed. Ik dacht dat het in Bernabeu was. Um, ja, dat kan weer gebeuren. Met die goal van de bruin. Dat wat? ze gewoon weggespeeld worden. Um, alleen, ja, Real heeft een, 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 ja, een vreemd elftal, een heel leuk elftal, waar ineens dingen kunnen ontstaan omdat dat talent dan tot uitbarsting komt. Ja, maar toch? Maar ik denk dat City wint. Ja? Ja. Denk je ook dat City nog steeds kampioen wordt? Trouwens? Maar stel je voor, hè, dat jij uh, naar de Champions League finale straks, City-Arsenal kan dat? Dat zou best kunnen, denk ik. Of halve finale of finale, dat je, dan, dat je dan weer gaat bestellen. En dan krijg je weer dat te zien. Ja, ja. daar pas ik even liever voor dan. Dan sla je hem over. Nou, ik sla hem niet over, maar ja. <laughs> misschien even wat minder bestellen. Ja. Maar denk je nog steeds dat Manchester City kampioen wordt trouwens? Jij blijft dat natuurlijk wel volhouden, hè? Of niet? Ik kan me niet voorstellen dat ze geen kampioen worden. Um, maar het is nu wel zo dat Liverpool alles in eigen hand heeft als ze alles winnen. Um, alleen, ja, Liverpool speelt ook nog een aantal uh, uh, hele lastige wedstrijden en het is niet zo dat als je van Brighton wint met 2 dat je ook de andere wedstrijden uh, wint, dus, dus ik denk dat het, uh, um, dat het uh, ja, gaat, gaat heel spannend worden, hoop ik, tot aan met de laatste speeldag, hè, wat we al uh, een beetje gezegd hebben, een paar video's geleden, dat, dat, dat het op drie velden nog kan. Uh, maar ik denk dat City kampioen wordt, ja. Omdat ik denk van, ja, hoe, Guardiola verslaan over 38 wedstrijden afgelopen jaren is dat heel moeilijk gebleken. Het is alleen Jurgen Klopp één keer gelukt. Um, het is nog nooit trouwens een club gelukt om vier keer achter elkaar de Premier League te winnen. Daarom. Ja, dat is, dat is ook een enorme uitdaging voor, uh, voor, uh, voor dit city. Ik denk wel dat als het Cardio lukt, dat er iets uit gaat komen. Omdat er toch aan hem getwijfeld wordt. Hè? Dat is geen kampioen wordt, terwijl hij al die prijzen gewonnen heeft. De treble heeft gewonnen. Dat vind ik ook zo grappig aan, aan Ullingen Haaland, die discussie. En ik vind het hartstikke leuk. Roy Keane is één van mijn favoriete analisten, omdat hij natuurlijk gewoon... Uh, dingen durf te zeggen. Ja. En dat is ook een talent. Um, alleen, ja, iemand die in zijn eerste jaar in de Premier League de treble wint en uh, de topscore-titel op, op, op een bepaalde manier pakt, die kun je natuurlijk geen League Two-speler noemen. Um, het is een teleurstellende topper. Um, en dan moet je je uiten en dan zeg je van ja, die Haaland lijkt op een League Two-player, maar ja, dat is natuurlijk geen, geen League Two-player. Zo Buffalo in de League Two. Ja, uh, ja, zeker weten. Trouwens, geweldig om bij te zijn, de League Two wedstrijd Want daar is, daar, wordt, daar is wel minder tactiek nog. Ben je wel eens geweest? Ja, ik ben best wel vaak bij League 2-wedstrijden geweest. Uh... Welke staat je nog uh, bij? Um, de, de beste die mij voor de geest staat is een keer met VI-92 geweest. Dat waren we vijf minuten te laat. En dat was bij Dagenham en Redbridge. Mm -hmm. En daar kwamen we door de turnstile heen. Dat is Londen, ja, dat is een club in Londen. Die speelde in de League Two destijds. Onderaan stonden die. Uh, vijf minuten te laat, en je gaat door die turnstile heen. En je, ik viel nog net niet op het veld. En ik botste. tegen een bekende uh, spits aan. Um, die bij Tottenham heeft gespeeld, uh, ook bij United. Engelsman. En daar heb ik naast de hele wedstrijd zitten kijken. en ik heb me verbaasd over de hoeveelheid de lange ballen. En de twee centrale verdedigers van Degenham en Red Bulls, die alles wegkopten. De hele wedstrijd lang. Ongelooflijk. Dat was de league toe. Uh, wie was die spits nou dan? Um, daar kom ik zo op. De oudspeler van Tottenham en United? Ja, de, uh, Scheringham, Teddy Sheringham. Ah, Teddy Sheringham, ja, ja ja Mooi. Ja, die, ja, was, dus toen, een... die was trainer toen van uh, een, een andere Londense club en die kwam even scouten. Uh, ik geloof dat ik de enige was die hem herkende, van, uh, van de equipe waarmee ik was. Wij okay. uh, zagen hem nog bij Tottenham, toch? Op het veld staan. Wij hebben hem ook ja. nog zien staan, ja. ja. Als je naar Nederland gaat en uh, je gaat naar de westen, <laughs> kom je altijd Teddy Sheringham ja. tegen. Een <laughs> zekerheidje. Uh, Adnan die zegt in de chat. Real Madrid een leuk en vreemd elftal noemen, waar City veel beter dan is. <laughs> Je bent inderdaad toe aan yoga, Sully. Kom op. Real wint vrijwel elke wedstrijd zonder een druppel zweet. Ja, maar <laughs> dit is supporterspraat. <laughs> supporters, uh, en, en, en leuk en vreemd is bedoel ik zeer positief, maar ik zal Adnan het uh, nog één keer uh, uitleggen. Nou, niet, dat wil ik niet eens doen. Maar um, ik kijk enorm graag naar Tony Kroos. Ik kijk enorm graag naar Rudiger. Ik vind het geweldig hoe Loening zich ontwikkelt. Vinicius um, junior. Nou, maar Rodrigo, pas 23 jaar, en uh, Rodrigo, die, staat, die stond nu links en die wil het liefst links spelen. Maar Gels iedereen avond. wil, ja, uh, tegen Bilbao, iedereen wil links spelen bij Real Madrid, want op, op links gebeurt het. Um, er wordt een enorm gevecht volgend jaar tussen Mbappé, Vinicius Junior en, en, uh, en Rodrigo, die in afloop heeft gezegd, ja, als ik daar sta, dan, dan gebeurt dit. Uh, en ik ga absoluut niet weg hier. Nee. Um, dus dat wordt, dat wordt enorm leuk, maar ik vind, ik bedoel, Real Madrid is geweldig om te zien. Ook de controle die ze hebben, van achteruit, maar ja, met Kroos die ik al genoemd heb, met Suha met Kamavinga die erbij komt, die ook mooie dingen laat zien. Geweldig elftal. Valverde, die helaas uh, geblesseerd afhaakte. Um, nee, Real Madrid is genieten. Dus Adnan, uh, sorry dat ik je heb beledigd. Uh... Ja, maar is het zonder druppels zweet, wat hij ook nee, zegt? Nee, natuurlijk niet, dat is, dat is hard werken. En dat, dat lijkt zo, dat is het knappe van Real Madrid, in dat shirt, om zo te presteren. Um, maar er komt de Classico aan natuurlijk. B binnen nu en uh, 13 dagen. Dus over twee weken is de Classico. Is en uh, en uh, Barcelona heeft nog een kans om kampioen te worden als ze die wedstrijd uh, uh, winnen. En dan kan het, nog, kan het eventueel nog, nog leuk en spannend worden. Zie je dat gebeuren? Nee. nee. Um, maar er is bij Barcelona ook wel het een en ander gebeurd sinds uh, Xavier heeft aangekondigd um, in positieve opzicht. Ja, dat hij stopt of weggaat. Alleen daar is nu weer onzekerheid elke over. Elke week moet hij nou weer vragen ja. om van, uh, blijf ja, je nou Ja, of ja niet? Omdat, omdat ze binnenin de club hebben gezegd van, hey, overweeg het nog eens een keer. Want Xabi Alonso blijft, maar er zijn, ja, ja, een nieuwe trainer uh, aanstellen is natuurlijk wel een hele klus nog. Dat klopt, ja. Heb je gisteravond nog Paris Saint-Germain gekeken? Er zijn veel vragen over de wissel van mbp natuurlijk. Uh, ja, dat heb ik uh, uiteraard uh, meegekregen. Het is een wekelijks fenomeen bijna. Um, ja, viel de pute, zei hij toen, hij toen hij het bord zag staan met zijn getal erop. Is dat uh, Hogezaan? Ja, zo, verdomme. Maar dan, dan, en dan ja. Dat. Dan, dan, ja. ja. Um, en hij werd er afgehaald en uh, Luis Enrique had zijn hoodie natuurlijk op. Die zag er heel stoer uit de hele wedstrijd omdat het uh, regenachtig was. Um, ja, dit is natuurlijk al weken aan de hand. En Luis Enrique moet elke week hetzelfde uh, uitleggen waarom hij Mbappé naar de kant heeft gehaald. Um, ja, omdat hij trainer is van een voetbalclub. En omdat hij wedstrijd wil winnen. En omdat hij spelers taken meegeeft. En omdat hij met, ook met volgend jaar bezig is. En ook met dit seizoen nog. Mm -hmm. En omdat Mbappé geweldig is in momenten. Um, maar ook een zwak punt heeft. Is dat hij zijn taak niet altijd uitvoert verdedigd gezien. En dan stelt hij gewoon een andere speler op. Waarmee hij ook ploegdiscipline probeert te creëren. En, en nou, daar speelt hij een beetje mee. En, ja, er zijn een aantal spelers in de historie die, die, die niet kon wisselen. Ik bedoel, als Messi gewisseld werd of reserve zat, dan gebeurde er wat bij een club. Hè. Dat heeft ja. Luiz Enrique geloof ik ook een keer gedaan met Messi bij Barcelona. Dat heeft hem bijna de, 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 de kop gekost. Um, Twee daarvan? Dat dat zulke gevolgen kan hebben? Nou ja, er zijn, dat is natuurlijk een bepaalde trots bij, bij, bij spelers. en. Maar hij bij is ook gewoon de trainer. Ja, precies. En Mbappé, ik vond eerlijk gezegd dat hij nog redelijk netjes reageerde. Hij had er ook een enorm theater van kunnen maken op het veld... En um, ja, dan gaat hij direct die spelerstunnel in. Dat wordt natuurlijk laten zien. Uh, en dat is weer een hele polemiek. En dan komt natuurlijk weer uh, een wedstrijd aan tegen Barcelona. Dan moet hij het weer laten zien. En dan maakt hij er weer twee tegen Barcelona. En dan is het weer, is het weer goed. Um, maar het is gewoon een vervelende situatie. Uh, Mbappé heeft een aflopend contract. En ja, de beste speler ter wereld gaat weg. Dat is vervelend. Uh, dat heeft impact. En ja, natuurlijk wordt er over geschreven. Mm -hmm. en, en, en worden daar vragen over gesteld. En dat is voor, voor Luis Enrique enorm lastig. Ja, Patrick van Socker die zegt ook: Mama, Mbappé moet je ook niet vergeten. Nee, want verhaal. dat is de machtige vrouw in het voetbal. En, en dat is uh, iemand die op de achtergrond uh, um, ja, alles bepaalt ook voor, uh, voor Mbappé. Een um, verstandige vrouw. En ben je het eens met Sembest, de reactie die hij nu geeft. Ja. Dat hij dat in de Champions League niet zou doen, maar alleen in de League. Klopt. Ja. Ja, die, 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 en ik uh, kan daar niet eerlijk over zijn. Um, omdat hij dan een enorm gezeik. Uh, het is moeilijk om eerlijk te zijn in de voetballerij. Ja, het is moeilijk om eerlijk te zijn, omdat het um, uh, dan direct tot polemieken gaat leiden. Uh, maar hij is bezig met um, ja, dat elftal naast zijn hand zetten. Uh, zoals alle, trainers, alle goede trainers dat proberen te doen. Um, waarom, krijgt, uh, waarom wordt veel Foden aan het begin van het seizoen, of twee jaar geleden, was dat geloof ik, of begin het seizoen zelfs na drie kwartier gewisseld, door Guardiola. Ja, omdat hij een bal niet gaf aan, aan Haaland. Luxigloos. Heeft hij daarna, nog ballen niet, uh, heeft, daarna heeft hij alle ballen wel gegeven die hij moest geven. En, ja, dat is een manier om spelers duidelijk te maken: hé, hey, maar dit zijn niet de afspraken. Nou, voor Mbappé gelden ook een aantal afspraken. En Duchamp heeft het elftal zo ingericht bij Frankrijk dat hij wordt ontlast. En louis Enrique wil daar in de Ligue 1, omdat het kan, niet aan meewerken. En natuurlijk wordt hij tegen Barcelona bij 0-0 stand of 1-1 tussenstand of in de return niet gewisseld, want Mbappé beslist wedstrijden. Dat en die had, maar zijn, zijn vervanger in deze wedstrijd scoorde. En voetbalt op een andere manier. Waardoor je dus zo'n wedstrijd uit bij Marseille uh, met 0-2 wint uh, wint, met tien mannen. hè. binnen de trainer heeft altijd gelijk. Hè? Ze? Nou, ja, maar een verliezende trainer heeft soms ook wel gelijk. Mm -hmm. um, en en, en Louis Enrique is uh, denk ik een hele goede trainer. En alleen ja, een beetje eigenwijs. Dat heeft hem bij de nationale ploeg ook uh, de kop gekost. Omdat hij lekker ging. Uh, uh, hoe, hoe noem je dat ook weer? Wat, wat deed hij ook weer? Voor de, voor dat hij elke avond op uh, Twitch, op Twitch uh, ja. zijn eigen persconferenties gaf. En hij heeft laatst ook weer getwitst. Top. Uh, uh, ik vind dat leuk. Ja, tuurlijk. Een twitsende toptrainer. Vooral mee doorgaan. Ik zou ook graag uh, een eerder divisietrainer uh, zo om de drie, vier dagen lekker op Twitch om tien uur s avonds uh, willen zien. Dat heerlijk? Geweldig, inderdaad. Ja. Hey, Max van der Velde, vraag schaf over tra trainers gesproken voor 2,49. Suli, wie wordt de opvolger van John van Schip bij Ajax? Nou, dat heeft in VI hebben allerlei kandidaten gestaan en er wordt natuurlijk uh, over gesproken. Um, maar moet ik dat weten of is het is aan mij om, om te weten? Of, of moet ik een naam noemen? Jij weet dat toch? Dat weet ik. Ja, jij weet dat. Zeg het maar. Maak het maar bekend aan de mensen, Suli. Ik heb geen idee, maar ik, ik, <laughs> uh, het zal vast Pascal Jansen worden. Ja, dat denk ik dus ook. Ja. Meest logische op oplossing misschien? Minst risicovolle keuze? Nederlander, goed voetbal gespeeld maar, bij AZ. -ervaring. Maar als jij nu AZ ziet spelen, en, en daar komt Pascal Jansen vandaan, en wij hebben samen naar AZ PSV gekeken. Oh, en, ja, het, de bus, het is, he? en het is binnenkort ook weer... Hey. Uh, ja. In de bus was dat? In de bus hebben we samen... Tussen de Pingwing Shuffles door? Tussen de Pingwing Shuffles door, inderdaad. Maar nu, er komt binnenkort weer een, weer een AZ PSV aan. Um, AZ speelt natuurlijk wel veel beter voetbal nu. Met Bevrijd? vrijheid. Nou, maar ook, je ziet ook dingen daar um, gebeuren met spelers. Ik denk, hey, dat, dat is echt de hand van een trainer. Op detailniveau, het over tactiek en. daar zie ik echt een verandering in bij, bij AZ. Um, dan denk ik, goh. Maar nou, dan wil ik ze wel zien tegen PSV straks, want ze hebben nu tegen Excelsior gespeeld, tegen Vitesse. Ja, maar ik wil PSV ook zien tegen dit AZ. Tegen dit, dit toch iets andere AZ. Ik bedoel. Um, het is wel fijn dat iedereen heeft geroepen in december dat de titelstrijd beslist is na, na, na 17 overwinningen of 16 overwinningen. Maar um, 7 punten. Je moet, het, je moet nog winnen van Excelsior. Dat strijdt tegen degradatie en uh, toch vast ook ergens een keer een punt moet pakken. Um, ik wil geen paniek veroorzaken in Eindhoven. Uh, maar als je een A de op loslaat. 21 is 5. Nou, 7 is 5. Gelijkspel. Nederlaag tegen AZ, sta je op. Twee punten volgende week maandag. Als Feyenoord uh, zijn wedstrijden wint. En het is natuurlijk ook nog een klassieker. Zeker. Dus het wordt wel een leuk, leuk weekend. Maar goed, uh, Pascal Jansen dus voor de win. Ja, en, en, en Jonathan Wending zegt uh, Frank de Boer. Ja, nah, uh, dat en, denk ik niet. Nou ja, um, die, die heeft waarschijnlijk ook wel weer de ambitie om, um, om trainer te worden. Maar ja, het hangt er ook weer vanaf. Ik zie ook dat uh, bijvoorbeeld Johnny Montana, die zegt: Ajax moet gewoon wachten tot de nacht vrijkomt. Uh, maar ja, die lijkt mij dat, dat die wel afscheid heeft genomen van de Eredivisie. Als Stijn er Hag vrijkomt, dan zou ik uh, naar Bayern München gaan als scherm was. Nou, bijvoorbeeld. Dat zou ik een perfecte combinatie vinden. Oké. Okay. Dat, dat voelt gewoon goed. Ja, jij hebt, hebt ook wel iets waarzeggens zo'n uh, waarzeggers-vijf ja, over jou heen. Uh, een beetje geïnspireerd door jou. Kunnen we nog één keer kijken naar hoe jij erbij zat op Ibiza? Oké. Okay. Start er maar in, uh, Jort. Kunnen we nog even zien, toch? Ja, hier. Het staat je ook goed, dat haar. Mm -hmm. Toch? Ja, je bent stil, maar. Uh... Ik moet opeens aan Giel Belen denken. Oh ja, die zit ook een beetje in dat wereldje. <laughs> ja, ja, niet een klein beetje, heel erg. Een um... beetje eng af en toe is dat, of niet? Of moet iedereen in zijn laten? Nou, ik vind dat niet eng. Ik kijk daarnaar daar en dan denk ik: Goh. Uh, maar ik vind yoga niet eng. Vind jij yoga eng? Nee, yoga is niet eng. Nee, yoga en, is niet eng en, en, en holistische yoga is ook niet eng. Dus een holistische yoga coach is totaal niet eng. Nee, maar af en toe zegt Rielbelen wel van die dingen dat je denkt. Mm, dat nee. je lekker in je chakra moet zitten. Ja, nou, dat, ja, dat is dan nog relatief onschuldig. Maar goed. Heb je nog iets gezien afgelopen weekend, Sully? Waar je hey. van hebt genoten? Teun Koopmein is gescoord. Ja, Teun Koopmein is uh, geweldig. Uh, Geweldige diepe lopenactie. Het is een soort spits aan het uh, worden. Ja, en dat vind ik dan wel weer grappig om te zien. Omdat er natuurlijk de discussie is dat hij te traag is voor Oranje. Maar. Um, als je dan ziet uh, bij Atalanta, hoe belangrijk hij daar is en wat hij laat zien. Um, ja. Geweldig. En er gaat, die gaat een toptransfer maken uh, komende zomer. Juve. Nou ja, o, of, uh, of een topclub in de Premier League misschien. Hè? Misschien dat Tottenham Hotspur uh, bij hem uit gaat komen. Zou ik ook een geweldige stap voor hem vinden met een trainer die, uh, um, die, ja, die hem denk ik wel begrijpt. Heb ik het over uh, Posto mm -hmm. uh, maar Bij zo'n soort club. Tottenham of Aston uh, Villa, als die bereid zijn om 60 miljoen te betalen bijvoorbeeld. Ik ja. uh, bedoel, Juve is leuk, uh, maar in de Premier League zit natuurlijk meer geld. Dus als daar uh, biedingen gaan komen van dat soort clubs. We hebben het natuurlijk over Postacoglu nu. We hebben het over Roberto de Zerbi gehad. Mm -hmm. We hebben het over Xabi Alonso gehad. Ja. Wie is eigenlijk jouw favoriete trainer op dit moment? Ancelotti hebben we het over gehad. Nou, ik weet niet of ik een favoriete, favoriete trainer uh, heb. Stel, uh, jij bent uh, eigenaar van de voetbalclub. Je mag elke trainer kiezen die je wil. Nou, wilt. dan kies ik de beste. En dat is Pep Cardiola. Um, alleen, ik zou soms wel zijn kamertje mijden, denk ik. Want die is nogal intens, uh, als het over voetbal gaat. En, uh, toch? Ja, nee, dat klopt. Ik <laughs> op Pep, of Pep, uh, Jurgen Klopp lacht nog wel eens. Ja. Om zichzelf. Ja. Um, en iedereen die uh, Jurgen Klopp heeft meegemaakt in een ruimte denkt, goh, leuke, vermakelijke man. Um, en dat is, misschien geldt misschien ook voor Pep Guardiola, alleen dat is denk ik een heel ander soort, uh, uh, soort trainer. Maar ja, ik vind die op zijn manier ook uh, geweldig, want die straalt een soort van nonchalance uit, maar ondertussen totale controle. Uh, Jasper en, van Hoven zegt, de champ. Verbaas me dat je die niet kiest, inderdaad. <laughs> <laughs> ja, ik had <laughs> toch helemaal niet de Champ gedacht de nee. afgelopen dagen. Maar nu, uh, ja, de Champ is ook een. Uh, dat zou ik een geweldig experiment vinden. De Champ in de Premier League. Nou, ik zou bijvoorbeeld. Een, een, bijvoorbeeld die twee Amerikaanse uh, gasten hebben natuurlijk Wrexham gekocht ja. en daarmee hebben ze op Disney Ryan Plus. En Reynolds, een, Ryan Reynolds. Ryan uh, Reynolds, die, die hebben daar een serie van gemaakt. Maar ik zou als tv-maker de Champ kopen. Als productiemaatschappij en dan gewoon een, bij een uh, club zetten uh, in een serieuze competitie. En dan vanaf de allereerste dag alles film Maar de reactie van voetballers op zijn Engels is al geweldig. Ja. denk wat hebben we hiermee te maken? The biggest pancake. Doe, nou ja, maar ja, heb jij Ted Lasso de serie Hij hoorde wat je Ja, nou, die heb ik gekeken. Maar ja, tot... heb ik ge oh, heb je, op mijn aanraden heb je die gekeken, toch? Ja, op je aanraden ja. heb ik. ik, heb, ik heb, ja, in de inklantperiode was natuurlijk heel veel dagen geen voetbal. Heb ik uh, achter elkaar door Ted Lasso zitten kijken. Um, Zo schitterend. Maar dat, is, dat zou ik met de champ maken. Ik zou het gewoon de champ noemen. En dan uh, internationaal verkopen. Uh, dat is een geweldig experiment. Ja. Uit uh, Afrika halen en gewoon bij een serieuze club neerzetten. De champ in de Kuip. En dan uh, op Final One. Hè? Dus de, tegenwoordig nou, ja, hebben ze dat ja, ook. Een ja, hele, streaming. Ja. Maar even zonder dollen, Soelie. Ted Lasso was wel goed hè? Goeie serie. Ja, geweldig. Uh, ja, het, ja. Geweldige manier waarop zij met een cliché het voetbal spelen. Vind ik heel leuk. Intelligente serie. Ja. Goed gemaakt. En met iemand die totaal geen verstand heeft van voetbal. Het buitenspel. Jongens, wat is dat nou? <laughs> <laughs> en ze hebben uiteindelijk succes. Ja, ja zeker. Ja. Vanwege de menselijke benadering en de manier waarop hij... Er komt op een gegeven moment de mental coach. Dus eng. Ja, ze spelen met alle clichés in het voetbal. Dat vind ik, vind ik gewoon ja. leuk. En Zaza die komt. Zaza, ja, ja, ja. Als ja, dus je dus zou denken aan slaat dan. Absoluut. De 100% slaat dan. Ja, ja, slaat dan. Dat ja. Is gewoon slaat dan. Ja. 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 Dat is, dat, ook met dat cliché heel leuk spelen. Ja, schitterend, ja. Uh, iemand die zegt, nou, dit gesprek kun je wel weggooien. Domme onzin, zeg. Dan ja, moet Stijn en Bos lekker uh, paaseieren gaan zoeken. Als hij dit domme onzin vindt. Ja, we, hebben, we, hebben, we hebben bijna een uur lang puur, puur op de inhoud gezeten. Ja. Mogen we ook even, uh, ook even, hè, even ontspannen. Ja, natuurlijk. Ja, Vind ik ook. Ja, ik over voordat Laten we weer over inhoud gaan. Angelo Stiller. Uh, jonge Duitse speler van Stuttgart. Uh, die Ik heb hem niet in mijn te staan. Uh, omdat ik uh, voor andere spelers heb gekozen. En omdat ik het ook dit keer wat uh, laagdrempeliger wilde houden voor het publiek. Is dit te obscuur? Nee, ja, Angelo Stiel is helemaal niet obscuur, want uh, Nagelsman, heeft natuurlijk vier spelers van stoetkart geselecteerd, en hij kan zomaar de vijfde worden um, vlak voor het, voor, voor het EK. Afhankelijk van of de wensen van Koeman verhoord worden, hè, of de selectie vergroot wordt. Dat is wel mooi. Ik vond het wel mooi dat uh, Ronald Koeman een soort van statement af, afgeeft... als een soort van staatsman... Mm -hmm. dat de UEFA uh, dat moet uitbreiden... en dat, dat gaat natuurlijk gebeuren. Dus de selecties worden 26 man. Dat is dan wel mooi voor elkaar. Ja. Toch? Ja, ja bijzonder dat het op die manier dan uh, tot stand komt. Ja. Goed, zullen wij hem afsluiten, Sully? Of heb je nog iets kwijt op de valreep? Kom hoor. Succes, Stijn, het bos. Ik ga daar nou beter eigen zoeken. Oi, 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 oi. Ja Ja, oké. Okay. Nou, dit was hem dan. De VI Uncensored, de allerlaatste op maandag 1 april 2024. Zeg gedoeg natuurlijk, hè. hoeven niet uit te leggen. Nou, ja. mensen weten het wel. Ja, ik word holistisch yoga-coach op was. Ibiza. En, uh, en het kan zomaar zijn dat ik vanuit Ibiza. Uh, ga uitzenden. Ja. Al dus slimmer. Een of dat stuk. ik één keer in de week kom overvliegen. Daar zijn we nog over in gesprek. Ja, of dat ik naar jou toe kom. Of dat jij naar mij toe komt. Ja. Ja, dat lijkt me een beter idee. Maar inderdaad, Bologna gaan we kijken. Dat is inderdaad uh, een goede tip. Is bezig? Dat is nu bezig. Ja, is Tweede Italië. Uh, is het tweede Paasdag vandaag? Ja. ja, ja tweede zeker. Paasdag, Italiaans voetbal. Bonne Pasca. Uitstekend. Ja. Suli. Dankjewel jongens, jullie natuurlijk. Bedankt voor het kijken naar deze uitzending. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Abonneer ook op het YouTube kanaal van Voetbal ten en dan zien jullie weer gewoon weer graag terug bij de volgende video van VI.